Deze week voert Wethouder Duurzaamheid Hans Haring van de gemeente Woerden overleg met de gemeentes van het samenwerkingsverband U10. Daar horen onder meer Woerden, Utrecht, Stichtsevecht en Eisenstein bij. Op de agenda: Woningen van het gas af. Woerden loopt in het land in de voorste geleden als het gaat om gasloze woningen. In het Schilderskwartier moet dat over twaalf jaar een feit zijn. Duurzaamheid is echt iets wat, je, wat we niet alleen in woorden moeten doen, dat moeten we in heel Nederland doen of eigenlijk nog internationaal. Nou, als ik het dan tot onze, schaal, uh, tot onze schaal richt, dan zeg ik met de, de tien Utrechtse gemeentes, kunnen we gezamenlijk meer massa maken. Als wij woningen uiteindelijk van het gas af willen krijgen, en dat willen we met z'n allen in Nederland, dan kunnen we dat niet alleen in woorden doen, daar zijn we heel druk mee bezig, maar is het ook goed om dat gezamenlijk te doen, omdat je dan meer massa hebt, het in de prijzen makkelijker wordt, je maar één keer dingen hoeft uit te zoeken en uh, één keer informatie kan geven. Dat is bijvoorbeeld iets wat we gezamenlijk doen. Denkt u dat omliggende gemeentes staan te trappelen om ook deze uh, zaken uit te gaan voeren, uh, onder andere want gas af en zonne-energie uh, stimuleren? Ja, de, ik zie dat bij mijn collega's in, in de andere gemeenten dat we echt zeggen: als we dat gezamenlijk doen, kunnen we ook veel meer, meer bereiken. Dus we staan we te trappelen. Ik noem één voorbeeld. We hebben ook in ditzelfde verband met de tien gemeentes afgesproken dat wij voor nieuwbouw, als er nieuwbouwprojecten zijn, dat we daar in principe geen, uh, geen gas meer willen. Uh, daar moeten ontwikkelaars ook aan wennen, maar het lukt hun nu. En doordat we dat gezamenlijk doen. Kunnen we ook niet, kan een ontwikkelaar die dat niet zou willen, niet zeggen, nou ja weet je wat, ik ga naar de buurgemeente, want die, die doen het namelijk ook niet. In hoeverre gaat u die omliggende gemeentes iets leren? Of is het misschien zo dat u daar nog wat kunt halen? Ja, we, gaan, uh, we leren ook heel duidelijk van elkaar. Het project wat, u noemde het al, het project in Schilderskwartier om van het gas af te gaan. Wij zijn een van de wijken in Nederland uh, waar we het, het verst mee zijn en nog een heleboel te gaan, want een heleboel weten we ook nog niet. Maar daar kunnen andere gemeentes van leren. Maar wij kunnen ook weer van andere gemeenten leren op andere terreinen hoe je dat doet. Hoe je met een, een woningbouwcorporatie bepaalde afspraken kan maken. Hoe we om kunnen gaan onder voorwaarden voor, voor windenergie, voor zonnevelden. Want er er nog een, dat, dat zijn hele mooie dingen. En aan de andere kant zitten er een heleboel haken en ogen aan. En hoe we dat gezamenlijk kunnen vormgeven, ja, dat kunnen we daar ook weer van leren. Haring hoopt dus nog wat van andere gemeentes te kunnen leren. Hoe maak je bijvoorbeeld afspraken met woningcorporaties? Maar ook op het gebied van wind- en zonne-energie denkt hij wijzer te worden.